De Amsterdamse rechtbank zal een proces worden gevoerd waarvoor de hele wereld belangstelling heeft. Het proces tegen de kunstschilder Han van Megeren. Daags tevoren worden met een verhuiswagen de beruchte schilderijen aangevoerd die Van Megeren op zo geraffineerde wijze in de trant van beroemde oude meesters verwijderd heeft dat de wereld aan de echtheid niet twijfelde en voor deze vervalsingen enorme bedragen neerlegde. In de rechtszaal waar zij werden opgehangen heeft een politieafdeling de wacht betrokken voor de nacht. Op de eerste dag van het proces arriveert de officier van justitie, Mr. Wassenberg, die onder meer als bewijsstukken ter tafel zal brengen glazen en kannetjes uit Van Megerens bezit die terug te vinden zijn op enkele schilderijen. Het laatste avondmaal, een van de schilderijen met de signatuur Vermeer. Interieur naar Pieter de Hoog. Isaac zegent Jacob weer naar Vermeer. Evenals de Emmausgangers dat voor 1,25 miljoen gulden aan het museum Boijmans verkocht werd. Christus en de schriftgeleerden. Dit laatste schilderde Van Megeren, die we hier op weg naar de rechtbank zien, zoals bekend in opdracht van justitie, om hiermee te bewijzen dat zijn zelfbeschuldiging juist was. De zittingzaal, die veel lijkt op een museum, is stampvol als Van Megeren in de beklaagdenbank plaatsneemt. De rechters komen. Het Openbaar Ministerie krijgt het woord en dan is het proces Van Megeren begonnen.